bij de woning aan de Senauerschade 41E. Deze lekker rustig gelegen woning zit op de begane grond van het flat. Een galerijwoning die loopafstand heeft ongeveer 20 à 30 meter van de lift. Meteen aan de linkerzijde heeft u een gesloten keuken met eigen cv-ketel, waar gaskoken en elektrisch koken allebei mogelijk is. Een mechanische ventilatie is aanwezig. Dit is de uitzicht van het keuken. Meteen aan de rechterzijde van de woning een ruime slaapkamer, waar makkelijk twee persoonsbed en een kledingkast makkelijk in kan en past. Aan de rechterzijde meterstand en de meterkasten en intercom. Een ruime woonkamer die toegang heeft tot het balkon. Vanuit het balkon heeft een prachtig uitzicht naar het binnentuin, waar u ook zelf rust kunt nemen en wandelingje kan maken. De woonkamer loopt door gewoon tot grenzend aan de andere slaapkamer. Vanuit de slaapkamer heeft u toegang tot het balkon, wat ik net zei, en u heeft ook toegang tot de slaapkamer 2. Slaapkamer 2 is bijna net zo groot als de woonkamer. Dit is een van de grootste slaapkamers die u kunt krijgen bij een seniorenwoning. Die heeft twee toegangen, vanuit de hal en vanuit de woonkamer. Dus dat is best wel praktisch voor mensen die slechter been zijn. En de wc, die is naast meteen van de slaapkamer, grootste slaapkamer 1. En de badkamer. De badkamer is een complete badkamer waar wasmachine-aansluiting hier zit. Douche, een verwarmingtoestel, wastafel, planchet en spiegel. Dit was de woning aan de Steenauerschade, nummer 41. Eduard, nogmaals wil ik u laten zien hoe prachtig de omgeving is. En wie weet, wellicht zien wij u bij de bezichtiging. Hiervoor moet u uw papieren in orde maken en allemaal op Woonnet Haaglanden zetten wat wij nodig hebben. Doe dat om te voorkomen dat u afgewezen wordt of dat u niet uitgenodigd wordt voor een bezichtiging als u papieren niet in orde heeft. Ik zou zeggen alvast veel succes met reageren en wie weet, wellicht nogmaals zien wij elkaar bij de bezichtiging. Alvast bedankt voor het kijken.